Een mediawijze klas van de Dr. Abaringschool doet mee met de grootste mediawijsheidcompetitie van het land. Dit kan niet. Dit is sowieso nep. De groep die het beste nepnieuws kan herkennen en herkent wat feit, fake of filter is, wint een reis naar Amerika, waar ze een rondleiding krijgen op het hoofdkantoor van Instagram. Dit stukje is absoluut gemanipuleerd. Filter dus? Kijk die wangen dan, dat kan toch echt niet echt zijn? Geen twijfel mogelijk. De slimste kinderen van de Dr. Abaringschool hebben zichzelf wekenlang voorbereid. En sinds vandaag is de wedstrijd dan echt begonnen. Asielhopperinvasie? Ik zoek het even op. Nee, het bestaat niet. Is het dan fake of filter? Jongens, hoeveel jokers hebben we nu al? Denk ze 50. Rick, je bent lekker bezig, zeg. Volgens mij heb je echt al de meeste punten binnengehaald. Dat denk ik ook. Oké, jongens, nog maar 3 minuten tijd voor Mediamasters. Hebben jullie ook het gevoel dat er iemand naar ons kijkt? Nee. Wat is er? Volgens mij was het Rick. Ja, ik weet het zeker, het was Rick. Wat zou die van plan zijn? Weet ik niet. De jokers zijn verdwenen. Dan meen je niet. Wij denken te weten wie de jokers heeft gehaald. Nou, in de pauze, toen hadden we Rick gezien. We zullen hem in zijn mediawijze lesje leren. Hey Rick, wat is er aan de hand? Ja, ik moet gewoon zeggen, ik word lastig gevallen op Instagram. Kijk maar. Wat zal het laten zien dan? Ja, ze noemen me Ioka-jatter, alsof ik daar iets mee te maken heb. Huh? Maar dit kan echt niet. Nee, dat kan inderdaad niet, want ik was mijn Xbox aan het repareren en ik was adblockers aan het installeren op mijn buurvrouw de laptop. We gaan dit met de hoofddirecteur bespreken. Oké, jongens, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik begin met het slechte nieuws. Iemand in deze klas is vals beschuldigd. Het heeft hem veel pijn gedaan en dat vind ik absoluut niet die kinderen. Ik wil weten wie dit nepverhaal de wereld in heeft geholpen. Ga maar staan. Ik vind het niet oké. Jullie moeten jullie excuus aanbieden. Sorry. Dat mag wel duidelijk hoor. Spijt me, Rick. Het spijt ons. Sorry. Nou, ik heb ook goed nieuws. Blijkt door een foutje in de Mediamasters website dat de jokers tijdelijk waren verdwenen. En ik heb zojuist de score bekeken en we staan bijna bovenaan. Yeah! Hey, 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 hey. Jongens, het is natuurlijk heel belangrijk om die wedstrijd te winnen. Maar het is nog veel belangrijker dat de klas weet hoe we om moeten gaan met verkeerde informatie. Wacht, ik heb een idee. Laten we een sociale media code maken. Dat vind ik een fantastisch idee. Doordat de groep zelf zo mediawijs bezig was met hun eigen afspraken, stopten ze minder tijd in de Mediamasters quiz. Marek besloot een brief te schrijven aan Instagram over wat zijn klas heeft gedaan. Hey,
I got this fantastic brief from Rick from Holland. Bring this group to my office. Hey!